Goedemorgen, goede vriend. Kok, alles wel? Stoptober. Stoptober, ja, geen rook, hè? Nee, ja. Ach, vaderlief, toe rook niet meer. Oh, was het drink? Allebei niet meer. Ja. Verder ken ik het niet. Nou ja, anders heb je Harry voor de zoveelste keer. Nou oh ja, ja anders. Ja, serieus. Nee, joh, nee. Ja, hij is onze dichter. Ja, dichter, gelijk wat verzinnen. Hé. Hey, gisteren in het mooie Venlo, hè, want het is, moet maar eerlijk zijn, het is vrijdag, hè, dus we nemen nu op. Hè. Ja, ja, ik zeg het, we moeten eerlijk in het leven zijn. Ik begon me al, dat ik jou dacht, het was gisteren een tussendag. Een en tussendag. Het is altijd zo druk. De taak der eenheid was het donderdag. Gisteren was het zo druk, oh. Kok, ik zat op mijn terras, de ambulances konden nog niet voorbij, zo ja, druk. Ja, ja. Ja. En de horeca, het is allemaal stil. Die zijn allemaal geld aan het tellen, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Die gaan nou dadelijk naar het reisbureau, denk ik. Ik moet erbij zeggen, Kok, ik heb gisteren even door de stad gelopen. Ja. Was bij de Jumbo. En weer terug. En het is, zijn andere Duitsers als wij in de galerie het strolen hebben. Het is het klootjesvolk, laten we het maar gewoon zo zeggen. In rijen bij de vetbakken en. Die mensen moeten ook geld verdienen. Zo is het. Zo is het. Prima. Zo is het. Maar ik denk als je nou een beetje restaurant hebt zoals Amerikee of Wilhelmina. Ja, daar hoef je er niet van te leven. Nee, dat kijk, dan, Old Dutch en Centraal, die pakken natuurlijk nog echt. Want je zag wel in dat nieuwe stuk bij de haven, daar liepen iets beter. Jij zegt nou net de haven. Ik fiets dus net langs de haven. Ja, ja. Daar liggen soms toch bootjes van een paar tonnetjes. Goedemorgen. Toch Nederlanders die het anders gedaan hebben als wij. Die slimmer zijn als wij op een of andere manier. Als ik naar Stijl fiets, alhoewel deze dagen lag er een, en ik ken het verschil nooit tussen een Belgische en een Duitse vlag. Jij? Jawel, dat ken ik wel. Wat dan? Ja, België is alleen zwart-rood toch? Of zoiets dergelijks? Nee, het is allebei geel-zwart-rood. Nee, dat is Frankrijk. Nee, Frankrijk is rood-wit-blauw. Ja, maakt niet uit. Wat hebben we nog meer voor onderwerp? Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nog? Ja, we hadden nog meer. Ja, we hadden nog meer. We hebben nog meer. We hadden nog meer. Wat hebben we nog meer? Nou, de slumste mensen. Och, de slumste Venlo neer. Nou, hey, je kunt een wasmachine verdienen als je hem vindt. Ja. Denk ik. Nee joh. Mensen, u kunt ze opgeven. 27 oktober. 27 oktober bij het tref en niet op de Strolseweg. Dat is er volgens mij helemaal niet meer of wel. Nee, dat is in de Hendrikstraat. Ja, en ja. Je kunt je opgeven volgens mij via de website van het Veldeke. En ik hoorde dat er 's middags rond 3 uur een verrassing is. Ja, dan zijn wij er ook. Wat ga je vragen? Ik weet het niet. Nou, wij gaan in ieder geval niet voor de titel slumste Venlo neer, toch? Nee. Want wij maken onderdeel uit van het... Van de slumste. Ja. Nee, maar ik las ook die Hans Jacobs die dat presenteert. Ja, Hans, die presenteert dat al 25 jaar. Ik wist helemaal niet dat dat al zo Nee, dat was. Wist ik ook niet. Nee. Dus er schijnt toch al 25 jaar lang een slimme Venlo neer te zijn? Dat kan toch niet? Ah, die zal wel in het stadskantoor werken, denk ik. Ik denk, als ik zelf iemand zou moeten voordragen, was dat Sef Derks. Ja, ja. Ja, Sef weet wel veel. Ja, die weet heel veel. Heb je nog onderwerpen? De bakker stopt ermee, Maison Lambi. Ja, waar zit die in? Ja, die zit op de Leuterweg, bergweg, links. Is dat niet waar jouw slagerij ook is? Nee. Hamans bedoel je? Nee, die zit daar niet. Nee. Zit er wel in de buurt. Ja. Nee, maar als je hoe moet ik dat zeggen? Leuterberg, links. Maar het is een winkeltje, moet ik ook zeggen, een winkeltje. Ik ben er wel eens in binnen geweest. Ja. Want soms haal ik me een gebakje, hè. Haal ik me een gebakje of iets. En mooi dan, vers heb je. Ja, dank je. Ja. En nou zijn er 17, omdat ze geen personeel hebben en geen bakkers hebben. Ja, wat, als ik dat lees, wat denk jij dan? Ja, ik vind het ongelooflijk dat dat zo is. Ik refereer altijd, in een half jaar geleden stond er iets van een meneer en mevrouw. Die hadden een café op de markt in Baarlo en die hadden een wachtlijst met personeel. Waarom hebben die dat dan wel en die bakker niet? Nou, ik heb op dat terras gezeten, toevallig, in Baarlo. Met een gebakje? Nee, zonder gebakje. Ik heb daar geluncht met een paar mensen. Maar
Wat ik eigenlijk wil zeggen, die hebben het mooiste terras van Limburg, geloof ik. Bij de top 100 staan die helemaal bovenaan. Als je maar betaalt, krijg je alles. Als je betaalt, krijg je alles. Nou, ik heb er gezeten en dan vraag ik me af, hoe kom je aan zo'n titel? Ja, wat ik net zeg, als je maar met betaalt. Alle respect, hè, want ze doen het best goed en ze hebben het druk en bla bla bla, maar... Ja, ik had toch wel... Maar ja, ik ben natuurlijk een horecadier, ik kijk met andere ogen, waarschijnlijk. Ja, ik zou me om te beginnen al afvragen, wat... Is dat? Wil je op een terras kijken, dan ga je op de markt zetten. Wil je een rus en mooie geit, ga je aan de haven aan zitten. De haven zit, of bij Valuas. Valuas. Ja, dus. Hé, hey, dan hebben we ook nog dat we... Moet jij eens proberen een brief... Als je, er wordt natuurlijk heel veel per mail gedaan. Daar staat maar een brief te posten. Ja, toevallig zie je er dan een. Nou, dan ben je... Dat is al uitzonderlijk. Ja, als je er een ziet. Altijd heen. Want wij verkopen die boeken via de Art Webshop... Oh, de Art Webshop, ja. En meestal ga ik naar Primera, naar Sandra, want dat is mijn vriendin. Ja. En heeft ze een rugnummer gekregen? Want dat is de zoveelste. Je maar goed, maakt niet uit. Je leek wel Frank Huizenaar, die zei gisteren ook al zoiets. Ja. Hey, dames en heren. Ja, want Ruud moet naar Lommel. Oh nee, mag ik niet zeggen. Nee, die gaat dadelijk even wat ophalen. Ja, hij moet er wat ophalen. Dames en heren, onze onvolprezen stadsdichter met zijn nieuwe gedicht. Ja. Hij heeft het gisteren opgestuurd. Ik snap dat er geen ruk van. Nee, sterker gezegd, ik snap het zelf ook niet. Maar, om de titel slimste mens van Venlo te bemachtigen, moet je op 27 oktober in Utrecht proberen binnen te halen. Moet je proberen de titel binnen te halen. Ja. En dat met 100.000 inwoners is geen makkelijke klus. Het blijft in je hoofd maar malen en malen. Oh ja, ik snap het. Halen, malen, malen. Ja. Nee. We zijn benieuwd of er kandidaat op handen zijn en zich willen kandideren. De juiste persoon met de meeste kennis krijgt dan de gebruikelijke veren. In? Ja, in. Mag je zelf uitkiezen. Fijn weekend allemaal. Prachtig ook. Ook dat je een beetje de uitleg toch? Ja. Fijn weekend allemaal. Ciao. Hoi.